Jodio, Lidu hier. Welkom jongens. Welkom terug. En vooral, ik vind het jammer dat ik weg ben geweest, maar ik had het wel even nodig jongens. Maar, ik heb dit spel dus gratis kunnen fixen. In ieder geval, ik ben Call of Duty weer lekker gestart man. De grind. Ik ben nu sowieso bezig met de wapen levelen, zeg maar. En proberen gold te halen, bij in ieder geval alle AR's. En ik ben nu bezig met de XM4. En we zitten al ver over de helft, dus dat is mooi. Ik hoop in ieder geval dat jullie er zin in hebben. Geef in ieder geval vast een like op de video. Abonneer even als je nieuw bent. En laat ik me achter in een comment. En als je een keertje mee wilt doen, laat het ook lekker weten, jongens. Nou, let's do this. Zo, daar gaan we dan. De eerste match. Bad guy, 12 o'clock. Oh my god. Oké. Okay. Dit wordt een heftige situatie. Na lange tijd niet meer gegamed te hebben. There we go. What the fuck, ik kom niet er, man. Jesus Christ. Dat ging bijna fout. Ja, kijk. Dat lost al heel veel boel op. Zo'n grote FOV hebben. Oké, okay, we hebben al een ring. Ik weet niet wat dat is. Jezus. Oké, okay, waar is dit? Wat is dat? Archangel? Oh, what? Oké, okay. Nou, goed om te weten. Ik vind wel dat de game heel goed speelt. Vergeleken toen met de beta. Dus daar ben ik eigenlijk al heel blij mee. Oh, get wrecked. Get fucking wrecked, man. Door je fucking bakjes. Jij ook, kuts. Jij ook, kuts. Schiet wel omhoog. Oh my god. Ik blaas mezelf op. Oh my god. Ik ben echt een mongool, man. 25 op 15. 1.67 KD. Ik vind hem mooi. Hopelijk op aardige headshotjes, want dat is eigenlijk een beetje waarvoor ik aan het grinden ben nu. Jezus Christus, man. Wow, wat de hel was dat? Deze gast ging sliden en ging gelijk liggen. Dat weet ik niet eens hoe dat werkt. Man. Nice headshotje erbij, let's go. Dus heb ik bijna de volgende camo. Dat is weer een headshot. Nah, dit is gewoon oneerlijk, man. Ze zitten echt helemaal te headglitchen, allemaal. Ik probeer ook de road to platinum te gaan of zoiets. Of road to, was het nou? Diamond, volgens mij. Bij mijn wapentjes. En dan, ja. Gaan we er gewoon lekker voor. Lekker een beetje rachen, lekker de multiplayer grinden, misschien een beetje zombies erbij. Wie weet. Een headshotje, lekker. Dit is eigenlijk nou mijn eerste gameplay weer met controller. Hoe doe ik ook alweer stemmen? Ja, zo doe ik stemmen. Hoppakee, weer een beetje bij. Oh, kut. Let's go. Ah, allemaal dit. Oeh, ze waren ook met z'n drieën, jezus. Ik heb wel weer allemaal headshotjes, dus dat is lekker. Skullstreakjes en al dat soort dingetjes, dat komt allemaal wel, maar dat is gewoon even wennen. Je merkt wel dat je niet echt rushen kan doen, zeg maar. Oh my god. Omdat de TTK van bepaalde wapens is echt insane hoog.
Kom dan. Dat is het shotje. Dat is voor. Hallo? Sommige mensen hebben echt heel veel kogels nodig. Wat? Nou, hoe wist hij dat ik daar was, joh? Ja, ja. Ja, dat was gewoon kut. Wat wel? Headshotje, let's go. Ah, ik heb geen kogels meer. Dat ging op zich best wel lekker, man. Ik zit nu op 32 kills. Not too bad, not too bad. Let's go. Alleen mijn reload, man. Kut, sorry. Ach ja, dat was al wel nice. Ik heb wel een UAV kunnen fixen. Dus dat is mooi. Zo, ben aangekomen in de volgende game. De Skyline. Dus ja, we gaan het zien. Hoe we dit gaan doen. Hoeven nog maar 11 headshotjes. Ah, wat. Even een beetje rustig spelen, komt het vast wel beter. Zo, what the hell, joh. Zag je al die mensen? Weer een headshotje erbij, let's go, nummer 10. Weer een headshotje, let's go. De snipper. Nice. Nog maar 3 headshots. Let's fucking go, man. Ja, jongen. Nee, ik had een headshotje. Let's go. Ja. Uiteraard. Oh, nu heb ik hem eindelijk. Nu moet ik 30 kills na sprinten doen. Nou, nu moet ik dus kort na het sprinten kills maken. Nou, dat moet eigenlijk best wel makkelijk gaan. Eigenlijk, want je sprint eigenlijk non-stop. Ik neem aan dat dit wordt gezien als sprint. Kijk, dan hebben we er alleen nu. Oh, wat? Dat was geen kill. Hallo? Als je dan uiteindelijk kills krijgt, zeg maar hierin. Is dat wel lekker, man. Waarom push jij zo hard door, vriend? Zo heel irritant, man, als teamgenoten dat doen, hè? Back dood. Echt elke keer. Ach ja. Oh, er is een stun op mijn back. Oh, wauw, ze zitten allemaal achter het barretje. De fuck doen ze? Ik dacht dat ik hem wel kon hebben, maar ja, helaas. What the fuck? Nice. Whip. Let's go. Die UAV vind ik maar slecht, man. Ja, die minimap. Ik denk dat ik nog
Die ene rechts, jongen. Die moet zich schamen. Die moet zich echt schamen. Kijk, dat is het idee. Dan hebben we dat. Nu moeten we kills maken zonder damage te pakken. Dat is dus niet dat. En ook niet dat. En ook niet dat. Het is kut als ze zo, hoe zeg je dat, wakker zijn, zeg maar. Is dat wat ik bedoel? Oh, dankjewel teamgenoot, je hebt me geraad. Counter. Ze zitten in de rug. Nee, kut. Waar kwam hij in één keer weer vandaan? Oh. Ik heb pas nog dood. Dit shit. Very good, man. Dit is een goede game. Very good. Wat gaan we doen? Gangster? Yeah. GG's. Dit was wel een goede game. Even kijken hoe ver we zijn. Nog maar 3 kills without dying. En dan moeten we double kills volgens mij. En dan is het lekker groot, man. Dus dat is nice. Dat duurde best wel lang, dit keer. Maar ja. Ik vind dit echt een kutmap, dit. Maar ja. Wauw. Ik vergeet elke keer op mijn gun om daar een extended mag op te zetten. Ja, oké, die zag ik niet eens, man. Dat was echt heel. Nou, dan gaan we dan hopelijk de laatste game om goud te halen. Dus let's fucking go. Zou mooi zijn namelijk, als dit de laatste game is. Goed, nog maar een paar double kills en dan heb ik dit wapentje goud. En dan kunnen we beginnen met een andere gun. Dat is de eerste double kill. Let's go. Moet wel zeggen dat deze Call of Duty hebben ze echt al leuk gemaakt, man. Ik zeg het je eerlijk. Dat is echt wel een leuke Call of Duty, hoor. Ik vind wel dat de skill gap echt heel intens is, man. Wow, net als dit, weet je wel. Hoe kan hij zo ver sliden? Ik vind hem maar weer een double kill, hoor. Ja, kut, man. 2 mensen weer. Godverdomme. Ik moet weer een double kill. Kom op, gun me. Fuck. Ik wacht eigenlijk totdat zijn teamgenoot dood was. Wat? Hoe ging ik dood? Ik lach toch? Dit is echt een hele... Ik vind dit, deze map vind ik echt gemaakt voor campers en snipers, man. Zit hij nou hierachter of wat? Oh, man, man, man. Nou, ik moet gewoon niet gaan twijfelen aan mezelf. Ik moet gewoon lekker gas geven, wat ik net ook deed. Dat pakt er goed uit. Nooit. Wat? Kom op, in de rug komen. Oh. Nee. Dat is weer een double. Toch? Nee, dat was geen double. Ja, dat was wel een double. Heb ik hem? Ik zweer het, hij is niet goed, toch? Ik zweer het. Nu hebben ze eindelijk UAV. Maar ik zweer, deze gast is niet goed, man. Mike Oxlong is zeker. Die cheat. Die heeft 100% een wall. Geen shooting shit, maar het wel wall. 100%. Let's go. Maar dat was helaas geen dubbel. Kut, als ik hem had gehad, was het een dubbel. Maar hij verwachtte mij al, joh. What the fuck was dat? Oké, dude. Oké. Het begin ging zo goed, hè. Nu gaat het zo ballig. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar. Jeetje. Oh, moet dat niet door? Lop.
Nog maar één. Nog maar één double kill. Godverdomme, man. Hopelijk de laatste game totdat ik het de wapentje groot heb. Let's go. Nou, de game is dus al halverwege. Een beetje raar ook. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Maar goed, ik hoef maar één double kill te doen. En dan... dan is het wapentje gehad. Dus, let's do this. Ik hoop dat het ook lukt in deze game. Want halverwege games is kut. Dus je zit helemaal niet in de vibe van de match. Dat is één. Oh, wauw. Hij lag graag. Ik zat al te zoeken, maar ik had ook nog een stun op mijn bek. Nou goed, maakt niet uit. Ding daarin. Oh, 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 oh. Het is een campus, hè? Leuke campus, man. Leuk gewendig. There we go. We hebben hem koud. We hebben hem koud. Ta-ta-ta. Nice. Nou, we hebben dit wapentje goud. Dus dat betekent dat we door kunnen gaan naar het volgende wapentje. Dat is de AK. AK. Nou, ik hoop dat jullie ervan hebben genoten, jongens. Willen jullie nou meer van dit soort video's zien? Geef dan in ieder geval een like op de video. Dat zou ik echt super chill vinden. Want ja, het is gewoon nodig. Weet je? Like die shit. Dat zou ik super chill vinden, man. Let's go. Op naar de volgende gun.